Nou, je stelt van tevoren stel je de druk in. Ik zet hem nu bijvoorbeeld op 0,78. Dan steek ik de naald in de bal. Dan gaat onze pomp meten hoeveel druk er in die bal zit. En u hoort nu het piepje en het beeldscherm ligt op. Dat betekent dat de bal klaar is en dat ik door kan naar de volgende bal. Nou, het idee is ontstaan gewoon puur. Ik ben zelf voetballer en sta 3 keer in de week op het veld. En ja, dan trainen we met 20 ballen. En ja, iedere voetballer kent dat. Je hebt geen één bal die precies hetzelfde is. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Wat verwacht ik hiervan? Nou ja, goed, wij krijgen elke keer eigenlijk de bevestiging dat het er niet is en dat er wel behoefte aan is. Dus dat betekent dat hier binnen Nederland en nou ja, vorige week in Engeland een aantal pompen verkocht. En ja, in Duitsland, Spanje, zeg maar, zal het er ook niet zijn. Wat ook bijzonder is, is onze speciale naald. Die is gemaakt uit 1 stuk RVS, waardoor de frustratie van de kapotten en de ontbrekende naald dan ook verholpen wordt. De toekomst is, dit wordt de innovatie op het sportgebied. Het is het kleine apparaatje, het helpt zo'n grote frustratie. En we denken echt dat we met dit kleine eigenlijk makkelijke oplossing zo'n groot probleem gaan verhelpen.